Nou, ik draag een makkelijke jurk, makkelijke schoenen en ik ben er klaar voor. Ik ga vandaag op pad en daarover meer later. Zoals je ziet ben ik nu nog thuis en ik heb me klaargemaakt om vandaag naar een winkel te gaan waarvan ik denk dat het best lastig is om daar mooie dingen te vinden. Want ze hebben mijn maat namelijk niet. Dus ik ben heel benieuwd wat ik ga scoren. Dit is mijn complete outfit. Met een jasje, want het is nog niet te fris. Maar ik ben er bijna. En zoals je weet zitten we natuurlijk op de vooravond van de sale. En één winkel heeft al sale. En daar ga ik vandaag naartoe. Het is namelijk al echt een uitdaging om daar dus niet naar de make-up te gaan. Niet naar de sieraden, niet naar de schoenen, maar juist naar de kleding. Daar ga ik vandaag naartoe. Nou, je ziet het. De sale is gestart. Schoenen? Oh nee, we zouden niet naar de schoenen gaan. Dat was mijn bedoeling, maar heel even dan kijken. Oh my god, ik ben verliefd. Chloe, oh my god. Nou ja, conclusie naar de kleding. Oh nee, toch nog heel even bij Burberry kijken. En die is nog in mijn maat. Nee, zie je, het is nog lekker rustig. Dus ik kan goed de tijd nemen. Kijk, ik kijk altijd een beetje naar welke merk ik echt heel leuk vind. Dus daar ga ik eigenlijk de eerste poging doen. Nou, natuurlijk die Burberry blouse is super mooi. Maar die kan je natuurlijk ook, als ze er zijn, bij de herenafdeling kopen. Zo heb ik het natuurlijk ook al gedaan. Maar die jas is natuurlijk niet in de sale. Dat is wel jammer. Ofwel, oh my god, wel. Ik word gek. Welke maat. Oh, kleine maatjes, helaas. Ach. Dit is allemaal helemaal niet mijn stijl. Dus dat skip ik dan ook gelijk. Daar moet je ook helemaal niet naar kijken. Niet echt. Ah, alleen de bergen. Dat vind ik altijd wel leuk. Dan ga ik eens even kijken. Die is natuurlijk super tof. Mooi, dat groen. Super grote shape, dus dat zou wel heel goed moeten lukken. Leuke rok ook. Mooi merk. Nou, dat shirt moet sowieso wel lukken. Dat is gewoon een maat L. Dat valt wel heel groot. En de kleur is natuurlijk wel... Nederland gaat niet naar het WK. Wat meer spullen gevonden. En let's try it. Nou, gelukkig een plekje vrij. Dus we gaan het proberen. Zo. Nou, dit is de rok van Marlene Bergen. En dan denk je van, hij past niet. Nou, hij past super goed. Zelfs nog een maat groter had je kunnen hebben. Alleen, dit is heel lelijk. Dus als je er zit en het doet. Dat is een hele gekke bubbel. Heel mooi. Maar ik denk dat me dat heel erg gaat storen. Kijk dan. Nou, je ziet het. Ik heb het shirtje erbij aan. Gewoon een hele leuke look eigenlijk. En terwijl je denkt, het past me niet, past het toch. Dus het t-shirtje. Oh, zo cool. Ik weet niet of die kleur zo snel zal dragen, maar echt is het nog verder. Echt. WK. Oh nee. Gewoon Nederlands oranje. Maar je ziet het inderdaad.
vind het echt wel heel leuk. Kom op, hoor. Nou, je ziet het. Dit is maat L. En in plaats van 80 betaal je nu dus 40 euro. Dat is wel een mooie korting. Nou, deze top zag ik al hangen. En het was inderdaad heel wijd. Maar hier passen nog 3 edits bij. Ja. Ja, het staat natuurlijk ook niet op die rok natuurlijk. Dus dat is goed. Maar... no. Bye bye. Maar ik vind dat ook wel fijntjes. Ja. Nou, dan ben ik eruit. Ja, het is altijd wat klassieker, donkerblauw en wit. Maar ja. Op zich is daar niet genoeg mee. Dus nee. Het slaat prima. Dank u wel. Ik moet wachten tot dat het net voorbij was. Maar goed, we gaan het volgende item nog meer doen. Dat hou ik wel. Oké. Oké. Next. Nou, dit is die. Ja. Laatste wat ik had, dat is een jurkje, ook van Marlene Berger, in maatje S, maar je ziet het, het is natuurlijk een heel wijd model. En ik zou Edith niet zijn als ik hem niet even ga proberen. Nou, je ziet het, ik kan hem aan. Hij zou echt wel kunnen. Nee, misschien hier een beetje strak, maar qua lengte gewoon niet, dus dat is wel jammer. Maar je ziet het, gewoon een maatje S en gewoon one size fits all. En dat is echt zo met deze. Leuk, maar die gaat niet mee. Dit is dus echt wel zo'n item waarvan ik inderdaad puur naar de vorm kijk. Maar ik denk, ja, maar zelfs een maat S kun je gewoon dragen. Dus kijk daar echt niet meer naar. Kijk puur naar de vorm van de kleding. Kom je veel verder mee. Nou, ik ben weer aangekleed. En ik neem de spulletjes mee terug naar de afdeling. Dus, ik vind dit merk altijd heel leuk. Maar dat hoef ik gewoon echt niet te proberen. Dat valt gewoon heel klein in die mini. Maar jammer, super leuk. Zo'n mooi blouseje. Siba Chloe. Dat is echt heel mooi. Oh. Maat 42, nou, en ik denk wel dat die past. Ik ken ze ook altijd heel leuk, zeker met die shirtjes. Maar met sweaters en zo, dan ga ik liever bij de mannenafdeling kijken. Dan valt het toch net wat ruimer. Ja, dat Sandro is zo leuk. Maar dat valt dus inderdaad echt klein. Zo jammer. Dat is toch helemaal te gek. Kijk dan. En de sneakers zijn ook heel tof trouwens. Ja, ik ga niet voor sneakers kijken. Oh, want this in my size. Zo mooi. Maar goed, dit is alleen maar inspireren en inspiratie opdoen. En dat hoef je niet te proberen, want het voelt zo klein. Ik kan niet echt zo merken dat je denkt, ach, ik vind het al zo leuk. Zet iedereen aan. En deze vind ik toch wel heel tof. Nou, een large hing dan ook. Ik ga hem toch even proberen, denk ik. Ah, Billabong is echt zo'n surface merk, ook super leuk. Ik zag nu dit shirt, dat is super wijd. Dat vind ik wel heel erg leuk. Die kan ik denk ik toch ook wel even proberen. Nog zo'n merk waarvan ik denk, oh die moet echt groter gaan. Zo mooi altijd. Is het een aantal foto's? Super leuk, ja. Super leuk allemaal. Hier zijn dus dingen die echt wel heel goed wijd worden. Dus die blouse bijvoorbeeld. Mooie kleurenstelling. Dit merk is altijd zo leuk. Maar die moeten eigenlijk ook gewoon wat groter gaan. Nou, alhoewel de shirtjes vallen wel groter, zie ik. Oh, ik ga het gewoon eens proberen. Ja, leuk merk. Fabien Chapeau inderdaad. Leuke items. Je ziet het, ook leeftijdloos. Maar niet helemaal size dus. Ik vind het wel leuk met die krapjes, kreefjes. Dit is ook zo'n leuk merk. Dit shirt is echt leuk. En er hing ook nog een L. Zo leuk. Ik denk dat zijn items die passen wel. Simpele shirtjes. Heel erg leuk.
Nou, ze zijn natuurlijk ook al die sportmerken. Dit is van Fila. Erg leuk. Maar ik kan hem eens proberen. Nou, ik heb een handvol. Ik ga het even passen. Ik heb mijn eigen kleding aan en ik denk dat, dat ik wel heel veel al heb gehad eigenlijk. Nu beslissen wat ga ik doen. Niet. Misschien toch even die schoenen beneden pakken. Ik zie deze rok en ik doe eigenlijk altijd de elastiek test. Nou, deze is dus heel wijd. Zou ik op zich wel kunnen passen. Heel leuk. Ook van Melinda Berga, dus die rokken vallen toch wat groter als er elastiek in zit. Super leuk inderdaad. Leuke rok. Ik ga niet meer passen. Ik ga ermee. Nou, en ik ga die toch ook even proberen hoor. Ze zijn zo tof. Kijk dan. 41, maar ja, ik weet niet. Nou ja, gewoon doen. Oh, mijn volle liefde hier. Die zitten echt super goed. Even kijken hoe het uitziet. Het doet wel een beetje pijn. Want ik kom denken dat het heel stuk is. Ach, waarom? 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 Ik had nu die Burberry aan. Even met de schoenlabel. Ga ik het proberen? Ja, het is gelukt. Oh, ze zijn echt zo leuk. Mooi van lelijkheid eigenlijk. Even testen. Oh, is het ook wel een beetje platjes? Ik vond het wel ruim, hè, moet ik zeggen. En nee. Nee. Toch te lelijk, denk ik, voor mij. Nee. Ja, tasjes zijn natuurlijk ook altijd leuk. Maar weet je, hier en daarna hebben ze gewoon niet mijn merk. Gucci hebben ze niet. Dus wel andere merkjes, maar. In mijn rugzakje? Nee. Die zijn wel heel super cute. Nou, conclusie. Bovenstuk is super makkelijk om hier te kopen. Zeker voor een sale. Blouses, shirtjes, noem maar op. Onderstukken dus niet. Dus dat is dus wat het niet zo makkelijk maakt eigenlijk. Dat maakt het lastiger. Maar goed, ik heb het geprobeerd en later meer van wat ik gekocht heb. Nou, we hebben iets gekocht. En wat, dat zien we straks wel. Nou, ik ben net thuis en terug van mijn Bijenkorf sale avontuur. En ja, wat ik net al zei, inderdaad. Shirtjes, dingetjes kan je best wel heel makkelijk kopen als je maar 42, 44, 46 bent.
Jas is al een stuk moeilijker, al een stuk lastiger om die te kopen. Zag ik ook niet zo heel veel. Natuurlijk die mooie Burberry jas. Die was maar tot maat 38. Helaas. Maar dat lukt nog wel eens wel aardig. En ja, dan denk ik van, het is wel goed te doen. Maar ik heb ze uiteindelijk niet gekocht. Wat heb ik wel gekocht? Dat laat ik je zo zien. In ieder geval. Het zit hierin. En ja, eigenlijk past iedereen, als het je smaak is. Even een unboxing, hè, zoals ze het altijd allemaal doen. Nou, het is geur van Burberry, die heb ik gekocht. Ik had hem opgespoord in de winkel. Zo lekker geurtje, ik ben heel lastig qua geuren. En deze dacht van, wauw, die is echt lekker. En een goede afprijzing, dus... Dat van 67 euro, 22 euro. Nou, daar ben ik wel heel blij mee. Dus die is wel meegegaan. Ik moet je eerlijk zeggen, die schoenen zitten echt in mijn kop. Die gaan er ook niet meer uit. Meestal doe ik het zo met de sale. Ik doe de eerste rondes. En dan check ik, hey, oké, 30%. Net als die shirtjes, hè, die On My Own News. Die vind ik super cool van Marlene Bergen. Maar... ja, mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen, maar ik wacht dan tot de tweede sale eigenlijk. Dat doe ik bij heel veel winkels en dat horen we bij deze dan ook. Net als die Glowy schoenen. Het zijn best wel uitgesproken items die niet zomaar de standaard bij je kofferklant zou kopen. Dus fingers crossed, daar hoop ik op. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik vond het een heel leuk avontuur en er zullen nog heel veel komen.